Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben inmiddels aangekomen in Arnhem, een bureau waar ik eigenlijk nog niet eerder geweest ben. Ik ben natuurlijk eerder mee geweest bij de collega's op de basisteams. Maar vandaag gaan we meekijken bij de afdeling AFIM. Wat doen ze eigenlijk allemaal? Waar houden ze zich mee bezig? En dat heeft wel weer mooie raakvlakken op beelden die ik eerder gemaakt heb. Denk aan de overlastactie op het stationsgebied in Utrecht. Waar veel asielzoekers aanwezig waren die voor overlast zorgden. En nog steeds volgens mij wel als de nieuwsberichten mag geloven. Maar tijdens die actie was bijvoorbeeld ook de AFIM aanwezig. Maar vandaag gaan we op de afdeling zelf kijken. En ik heb van de collega's van AFIM ook gehoord dat we meegaan tijdens een actie. Dus ik ga jullie meenemen, een aantal vragen stellen en dan gaan we zien hoe het vandaag allemaal verloopt. Nou, ik heb Bayram inmiddels gevonden. Die is nog druk aan het werk. Ik was even vragen wat hij allemaal aan het doen is. Ik ben Bayram en werkzaam bij AFIM Oost-Nederland. Hier zit ons loket. In het gebouw zitten ook diverse teams, onder andere mensenhandel en de prostitutiecontroleteam. Hey, voor de kijkers die zich nu misschien wel afvragen, hè, kun je eens uitleggen waar AFIM voor staat, die afkorting? Ja, afkorting AFIM is de A van afdeling, V van vreemdelingen, I van identiteit en de M van mensenhandel. En niet te vergeten, we hebben nog een klein clubje collega's, prostitutiecontroleteam hoort ook onder ons. En dan hoor ik je zeggen loket, hè? Maar wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wat is het loket? Is dat net zoals bij een treinstation of moet ik het toch anders inbeelden? Ja, loket is eigenlijk ons hart van AFIM. Hier komen eigenlijk alle meldingen, mailtjes, verzoeken van collega's, van de ketenpartners, die komen al hier binnen. En die wordt eigenlijk hier gefilterd en dan vervolgens wordt het uitgezet. Nou ja, ik begrijp dus inderdaad dat de AFIM in ieder geval onderverdeeld is in drie afdelingen. Een afdeling voor mensenhandel, een afdeling voor prostitutie en een afdeling voor handhaving. En we gaan straks wat dieper in op de handhaving, maar we kregen eerst een rondlijn van Bayram hier voor de afdeling bij de andere teams en afdelingen. Klinkt wel dubbel op, hè? Twee afdelingen. Maar goed, gaan jullie meenemen. Nou, we zijn bij de afdeling met mensenhandel. We gaan even Mark vragen wat mensenhandel doet. Thematisch rechercheteam die zich bezighoudt met migratiecriminaliteit en mensenhandel. En dan het grootste deel van onze tijd zijn we bezig met gedwongen prostitutie, seksuele uitbuiting. Nou loopt Bayram natuurlijk veel in uniform, zeg maar jullie zijn echt wat meer de recherchetak. Kan ik me dat zo inbeelden? Ja, dat klopt helemaal. We zijn echt een opsporingsteam. Dus wij houden ons in de breedte bezig met de opsporing van die seksuele uitbuiting en andere vormen. En echt een opsporing in het rechercheren. Nou, we zijn net even wezen kijken bij de afdelingen wat het gaat over mensenhandel. Ik merkte al in de vragen die ik had gesteld, hier kun je volgens mij nog een heel item apart over maken. Dus ik stel voor dat we daar misschien losstaande ooit een video van maken, want het richt ons nu wat meer op de handhavingstak. Maar er zit nog meer op deze afdeling, hè? Ja, zeker. De volgende deur gaan we naar de collega's van de prostitutiecontroleteam. Mm-hmm. En dan gaan we vragen wat zij allemaal doen. Oké, okay. Ben benieuwd. Ja, dankjewel. Kun je eens kort vertellen wat jullie als afdeling mee bezighouden? Waar letten jullie op bij controles? Ja, wij zijn zoals gezegd van het prostitutiecontroleteam. In heel Oost-Nederland doen wij onderzoek naar de vergunde en onvergunde sector. Bij dat laatste moet je vooral denken aan illegale prostitutie in woningen, vakantieparken, hotels en massagesalons. Maar dat zijn denk ik wel altijd hele schrijnende en heftige situaties die jullie dan aantreffen. Ja, kun je dus iets over vertellen? Ja, dat klopt. Wij voeren tijdens deze controles onder andere gesprekken met de dames, dan wel heren. En dan kijken wij voornamelijk of er signalen zijn van mensenhandel of mensensmokkel. En daarnaast ondersteunen wij ook team mensenhandel bij onderzoeken. Dit is dus wel een aardige samenwerking tussen de andere afdelingen binnen de AFIM. Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. Ja, zoals net al een beetje bij de kijker zei je bij team mensenhandel. Het is ook volgens mij een heel complex en een heel losstaand verhaal op zich. Ik gok dat het hier ook zo is. Dus voor nu in deze video houdt hij even bij, maar als ik een keer met jullie een keer mee mag lopen. Ja. Het is zeker interessant. Ja, als je precies wil weten hoe de controles in zijn werk gaan, dan zou ik zeggen, sluit een keer aan, draai een keer mee. Ja. Altijd welkom. Ja, weer heel. Maak maar een afspraak. Waar gaan we nu heen? Ja, we gaan nu naar de volgende afdeling. Dat is het loket, het hart van AFIM. Mm-hmm. Dus we gaan even daar naar binnen lopen. Oké, okay, let's go. Ja, we zijn nu op de afdeling het loket, het hart van AFIM eigenlijk. En wat gebeurt hier dan allemaal? Nou, hier komen alle telefoontjes binnen, vragen, in principe een soort meldkamer. En hier wordt eigenlijk eerst te woord gestaan, de collega's die op straat naar binnen bellen. En hierna wordt het doorgezet naar de back-office. En de collega's filteren of geven direct antwoord aan degene die een antwoord wil. Ja, de collega's van de front-office krijgen een telefoontje. Wat ik zo heb kunnen horen is, collega's zat op station met een vreemdeling.
en mogelijk ook verwijderbaar in het systeem. En vraagt aan de collega wat er met die mail aan de hand is. En mijn collega is nu aan het kijken wat er met die mail aan de hand is. En dan gaat ze kijken of ze antwoord kan geven. Als het echt een complexe casus is, wordt die doorgezet naar de back-office. Om zo de collega's te kunnen ondersteunen op straat. Nou, vraag ik me gelijk af, hè? Waarom doet de collega dat zelf niet op straat? Waarom moet dat hier ingebeld worden? Nou, de collega's op straat die kunnen niet alle informatie zien. Het heeft te maken om als er vreemdeling in het systeem staat, staat meestal in het systeem verwijderbaar. Dan neem contact op met AFIM. Alleen de volgende vraag moet de collega's zijn, als iemand verwijderbaar is, is er ook zicht op uitzetting? En dat kunnen de collega's niet zien. En de collega's kunnen ook niet zien hoe de procedure van een vreemdeling voorstaat. Loopt nog een beroep of zijn afspraken die er lopen? En ja, in het systeem is dat niet zichtbaar voor de collega's die op straat werken. Het belangrijkste verschil is, als ik het nog even goed uitleg, dat de collega's op straat, zoals ik ben een algemene opsporingsambtenaar, en dan ben je niet altijd bevoegd voor alle systemen. En de collega's van de AVM zijn extra bevoegd aangewezen ambtenaren om bijvoorbeeld in andere systemen te mogen kijken. In dit geval bijvoorbeeld de vreemdelingen, gegevens zoals de IND. En daar komen we later in de video nog op even terug. Dus dat is eigenlijk het voornaamste verschil. Ik als collega op straat, als politieagent, kan heel veel bevragen en nakijken. Maar er zit natuurlijk een grens aan een bepaald niveau, een bepaalde bevoegdheid. En dat kunnen alleen de collega's hier van de afdeling AVM onder andere doen. U bent nu op de front office. Wij zijn het visitekaartje van de AVM. Wij verwerken hier de telefoontjes en de mails die binnenkomen. Telefoontjes van burgers, van Blauw op straat, van de IND. Een voorbeeld van een telefoontje dat bijvoorbeeld best wel vaak binnenkomt? Een telefoontje wat best vaak binnenkomt is toch wel van Blauw op straat. Dat ze een vreemdeling aantreffen, niet kan legitimeren. Wat kunnen we mee of ze hebben gelezen van dat er een signalering op staat. Dan gaan wij met hen meekijken in ons systeem van... Wat staat er? Dan gaan we daarop verder op voortborduren. Dus als ik het zo goed samenvat, komt hier eigenlijk alles binnen, zowel intern als extern. En jullie maken een eerste inschatting als het gaat om advies. En anders verdelen jullie dat met back-office in de drie teams om daar verder op te borduren. Zegt dat goed zo? Oké. Ik denk dat dat weer wat duidelijkheid geeft. We hebben zojuist wat uitleg gehad over de back-office en de front-office, waar eigenlijk alle meldingen voor de afdelingen binnenkomen en die weer verder verspreiden. Inmiddels gaan we richting een andere locatie, even langs een ander bureau. Gaan we naar een briefing toe. We gaan namelijk nu meekijken bij een actie gericht om te kijken of er geen illegale werknemers in dienst zijn. Dus daarin gaan we jullie meenemen. Nou, we gaan nu naar boven om samen met de arbeidsinspectie de briefing te houden. Dus we gaan nu even naar boven. Ik wil eigenlijk even beginnen bij de aanleiding van de controle. Wij zijn namelijk, er is een integrale controle geweest van onder andere de politie. En daarbij zijn toen is één illegaal aangetroffen en twee mensen die aan het werk waren die nog in procedure zaten, maar nog niet mochten werken. Dan hebben we inderdaad koppel 5, die hadden we aan de buitenkant bedacht. Die gaan dan aan de buitenkant aan de rechterkant. Daar zit dus een deur en ook wat rolluiken. Ja, wij gaan nu naar de locatie toe. We gaan samen met arbeidsinspectie, met de Arbo, gaan we controle uitvoeren bij een bedrijf. En in het verleden zijn al twee keer eerder illegaal aangetroffen, die eigenlijk niet mogen werken en niet in Nederland mogen zijn. En de laatste melding is van de wijkagent. Dat de mensen zijn gevlucht bij het zien van de wijkagent. Dus vandaag gaan we opnieuw een controle uitvoeren samen met de ketenpartners. Nee, we mogen niet zomaar naar binnen. Dus we gaan ook met de arbeidsinspectie mee naar binnen. Dus we zijn ter ondersteuning. Maar stel als wij iemand aantreffen die geen rechtmatig blijf heeft in Nederland. Ja, dan stappen wij over naar de vreemdelingenwetgeving. En dan houden wij zo'n persoon staande op grond van de vreemdelingenwetgeving. Maar in instantie gaan wij met de Nederlandse arbeidsinspectie mee naar binnen. De arbeidsinspectie kijkt naar de tijden, of de mensen wel normale omstandigheden werken, of ze wel een loon krijgen, of alles op papier staat. Dus dat te maken heeft met de arbeidsomstandigheden. Nou, ze hebben eigenlijk ons niks voor niks aangevraagd, omdat ze denken dat ze mensen gaan aantreffen die mogelijk geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland. En die ook eigenlijk werken zonder een vergunning.
En de kans is misschien groot dat we wat mensen gaan aantreffen die niet in Nederland mogen zijn en niet mogen werken. En dan gaan wij die mensen overnemen. En dan gaan we kijken wat er met die mensen aan de hand zijn. Qua hun verblijfsrechtelijke positie. Dan ga ik even daar staan. Laat ze maar naar binnen. Ja, rijden we erop? Zij moet als eerst oprijden. Zeg het maar. Kijk jij of er niemand naar buiten loopt? Goedemorgen. Niet schrikken hoor, het is aan de hand. We komen hier een controle uitvoeren. Doe gewoon uw ding. Ja, okay. En dan als we u nodig hebben, roepen we u de bel. Ja? Oké, dankjewel. Ja. Mijn naam is... Deze meneer zegt dat het van een ander bedrijf is. Een ander bedrijf, oh ja. Ik kom hier halen. Ja, ben ik. Oh, ja. Nou, dit is één Nederlandse identiteitskaart. En een verblijfsdocument van meneer. Ja. Hij is van de Dominicaanse Republiek. Is arbeidsvrij. Bayram, kom eens uit. Zet maar. Zou je een kleine update willen geven? Ja, we zijn binnen in gesprek. We hebben een stuk of 4-5 mensen aangetrokken. Dus als je naar binnen wil komen, kan dat. Ja, gewoon. Deze heeft ook een BSN-nummer. Dit is een BSN. Ja. Kijken of de foto overeenkomt. Мы хотим зараз с вами поспілкуватися щодо вашої роботи. Тут просто вам задати декілька питань. Пожалуйста. То віза не повинен. Ja, ja. Nou, wij doen eigenlijk onderzoek naar zijn rechtmatigheid in Nederland. Dus kijken of meneer hier mag wel zijn en mag werken. Дивіться, ми просто зараз проводимо розслідування щодо вашого правомірного проживання. Тут виглядає, чи ви маєте право проживати тут і працювати. Я гоню. Так begrijpen we. En het ziet allemaal verder netjes uit. Dan dragen wij het over aan de arbeidsinspectie. Все виглядає дуже акуратно, гарно, тому ми вас передаємо в руки трудової інспекції. Ja, wat we hebben gedaan? Dus we hebben een aantal mensen aangetroffen. We hebben alles... Iedereen op een centraal punt laten komen. Het eerste wat we hebben gedaan als AFIM, hebben de documenten gekondigd op echtheid. Dat is allemaal in orde. En we hebben gekeken of de mensen wel rechtmatig blijven in Nederland. En of ze wel mogen werken. Dat ziet er allemaal goed uit. We hebben hier 3 vreemdelingen aangetroffen. Dus vreemdelingen zijn mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit. En de overige mensen zijn Nederlanders eigenlijk. Daar is er weinig werk voor ons. Het ziet er allemaal keurig uit op dit moment. Ja, we hebben de afspraak gemaakt dat wij eerst het document gaan komen op echtheid. Als dat in orde is en er komt verder geen bijzonderheid uit qua rechtmatig verblijf. En dan dragen wij het over aan de arbeidsinspectie en die gaan met de mensen in gehoor. Om te kijken hoeveel uur ze werken, of ze wel via de bank betaald krijgen. Dus dat laten we over aan de arbeidsinspectie. Oh, ik snap het. Hey kerel, zou je even naar de loods kunnen komen? Wij hebben hier iemand en die is verwijderbaar. Nou, we treffen alsnog 2 vreemdelingen aan die mogelijk geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland en die ook niet mogen werken. Dus we zijn aan het kijken wat hun status is en mogelijk gaan die 2 personen door ons worden staande gehouden en over aan het politiebureau en verder onderzoek doen naar hun status in Nederland. Schiphol ook zo, voor iedereen. Schiphol ook hier naar speciaal, dat is wat ze zeggen. Nou, we hebben 1 vreemdeling aangetroffen. Die geen rechtmatig verblijf heeft en die ook niet mocht werken. Dus deze meneer is door ons staande gehouden op grond van de vreemdelingenwetgeving. En we gaan nu naar het bureau toe om uit te zoeken naar wat er met die meneer aan de hand is. Nou, meneer wordt nu door mijn collega's geregistreerd op de BVD-zaal. Er worden foto's gemaakt en er worden ook vingerafdrukken afgenomen. En de vingerafdrukken worden bevraagd in diverse systemen, waaronder EUVIS. EUVIS is het Europese visumsysteem. Kijken of meneer daarin voorkomt. En de andere systeem is de Eurodac, dat is het Europese systeem. Om te kijken of betrokkenen elders in Europa al voorkomt of asiel heeft aangevraagd. En de laatste systeem is HAVANK, dat is onze strafketen systeem. Kijken of die meneer bekend is in strafrecht. Ga ik straks met meneer in gesprek. Blijkt dat meneer 2018 asiel heeft aangevraagd in Nederland.
Dus meneer is al sinds 2018 in Nederland / Europa. En in 2019 heeft meneer te horen gekregen dat hij eigenlijk Nederland moest verlaten. Goedemiddag, met Bayram Yazi van de Vreemdelingenpolitie. Hallo, goeiedag. Goeiedag. Mag ik, voordat ik begin, uw tolkennummer? Ik heb een meneer uit Algerije tegenover mij zitten. Kunt u zich voorstellen en kijken of jullie elkaar kunnen verstaan? Ja, dankjewel. Goeie, salam alaikum. Nou, je hebt ook recht om op te laten bijstaan door een advocaat, dus op eigen kosten. Wil je daar gebruik van maken? En volgens ons systeem is uw asielaanvraag op 26 september 2009 afgewezen. En er is door IND aan u een terugkeerbesluit opgelegd. Dat betekent dat u Nederland, Schengengebied, Europa had moeten verlaten. U heeft daar niet aan voldaan en dat is de reden waarom wij u naar het politiebureau hebben gebracht. Ik wil u daarom een inreisbod opleggen voor de duur van 2 jaar. Is alles duidelijk aan u wat ik heb uitgelegd? Kijk, als je terug wilt, kunnen we je altijd helpen. Er zijn organisaties die jou kunnen helpen om terug te keren naar Algerije. Ze kunnen ook helpen om daar eventueel een toekomst op te bouwen. Want dit is geen leven hoe jij op dit moment in Nederland verblijft. Als ze jou weer aantreffen, dan ga je een behoorlijke fikse bekeuring krijgen. Dat zijn bedragen van 800, 1800 euro. De collega's zijn nog even bezig met het verhoor van deze meneer. Ik wilde trouwens bijna zeggen verdachte, maar dat is het niet. De nuance hebben we natuurlijk al nu meerdere keren als het goed is in deze video gehoord. We spreken hier niet over verdachte, maar een vreemdeling. Hè? Iemand die mogelijk illegaal in Nederland is, geen verblijfstatus heeft. Nou heb ik net even een deel van het verhoor even meegekeken en ook meegehoord. En het is eigenlijk best wel ook treurig en lastig om te zien in wat voor situatie in dit geval deze jonge man zit. Hij is al een tijdje illegaal in Nederland, zoals jullie dat mee hebben gekregen. In dit geval heeft hij dus ook een asielaanvraag gedaan. Nou, die is door allerlei redenen niet goedgekeurd en afgekeurd uiteindelijk door de rechter. Daarvan is hij in beroep gegaan. Nou, daarvoor is hij ook afgewezen. En inmiddels verblijft hij dus illegaal in Nederland. Je kunt je dus voorstellen dat hij dus allerlei dingen moet doen die tegen de wet in zijn om rond te kunnen komen. In dit geval heeft hij dus ook al meerdere bekeuringen gehad en meerdere bevelen, zeg maar. Ja, ik weet niet of dat een goede term is, maar dat hij het land moet verlaten omdat hij gewoon geen rechtmatige verblijfstatus heeft. En nu verklaart hij ook net in zijn verklaring, het interesseert me eigenlijk niet. Ik wil gewoon niet meer terug naar het land waar ik vandaan kom en ik zal hier altijd blijven. Dat maakt het nu natuurlijk vanuit zijn positie een heel treurig verhaal. Uiteindelijk blijft het ook gewoon een heel treurig verhaal en ook een hele lastige situatie, want Wat is de oplossing, zeg maar? Ja, ik weet het ook niet zo goed. Maar dat is goed. Dus even een tussentijdse samenvatting wat ik nu toevallig in deze situatie even zie. En mijn collega gaat het verder afhandelen. En dan gaan we straks weer horen wat het vervolg is. Even een vraag zo tussendoor. Mag hij nu gewoon gaan? Hoezo houden we hem eigenlijk niet vast? Ja, op dit moment is er geen zicht op uitzetting naar land van herkomst. Dus meneer blijft illegaal in Nederland rondzwerven. Dus meneer heeft nu een inreisbod opgelegd van 2 jaar. Dat betekent dat hij Europa Schengen heeft verlaten. Dat betekent dat hij 2 jaar niet meer terug mag komen. Daar staat ook voor gesignaleerd. Alleen op dit moment is er geen zicht op uitzetting. Dus meneer gaat weer de straat op. En dan hopelijk wil hij zelf terugkeren. En ik heb aangeboden dat wij instanties hebben die hem kunnen helpen om terug te keren in Algerije. En eventueel een toekomst op te bouwen in Algerije. Maar meneer wil niks van weten. Dus hij gaat verder, hij wil in Nederland blijven. Oké, maar even heel hard gezegd, als ik hier dus om de hoek zou staan gaan wachten en ik tref hem weer aan, wat kan ik dan doen? Opnieuw een bekeuring schrijven of weer aanhouden? Nee, in principe kan hij opnieuw aangehouden worden. Want hij blijft illegaal en misschien kunnen de mensen wel uitgezet worden naar land van herkomst. En dan kan hij wel eventueel in vreemdelingenbewaring gezet worden. Dus elke dag moet er getoetst worden of zijn situatie wel is veranderd of niet. En omdat hij ook een inreisbod heeft, is dat ook strafbaar. Dan kan hij ook een forse bekeuring voor krijgen. Hey, wel, dat is juist ook die andere meneer gecontroleerd die een visum in zijn paspoort heeft. Hè? Hoe zit dat? Hoe werkt dat met visums? Want is dat voor Nederland? Is het voor Europa? Hoe... Ja, inderdaad. We troffen daar een meneer aan, een vrachtwagenchauffeur. Internationaal vrachtwagenchauffeur betrof het. Hij was in bezit van een Marokkaanse paspoort. En een visum voor Frankrijk. Hij was in bezit van een toeristenvisum. Met een toeristenvisum mag je in principe 90 dagen in Europa Schengengebied vrij bewegen. Je moet je wel houden aan een aantal regels. Bijvoorbeeld, je mag geen strafbare feiten plegen. Je mag niet gaan werken. Als je dat doet, dan vervalt onmiddellijk jouw recht om in Europa aanwezig te zijn. En dan kan je maatregelen krijgen van AFIM.
En dat kan bijvoorbeeld een terugkeerbesluit zijn met een inreisverbod. Een terugkeerbesluit is dat hij eigenlijk terug moet naar land van herkomst. En als een inreisverbod aan vast is gelegd, dat betekent dat hij ook 2 jaar niet meer terug mag komen. En die meneer is een internationale vrachtwagenchauffeur. En er zijn weer uitzonderingen, dus volgens de arbeidsinspectie moet hij alleen laden en lossen. En dan moet hij weer terugkeren. Er waren verder geen bijzonderheden voor ons. We zijn inmiddels weer terug op het bureau in Arnhem, op de plek waar we eigenlijk de video zijn begonnen. We zijn er even mee geweest bij die actie. En er is een vraag, hoe vaak doen jullie zo'n actie in de week? Of is dat, verschilt dat heel erg? Nou, het is echt verschillend. Soms hebben we 3 acties per week. Ja. En één keer hebben we 4, 5 keer per maand. Het is echt verschillend. Hey, maar nog even terugkomen op die meneer, hè, die we dan uiteindelijk... ik denk dat heel veel kijkers misschien ook wel denken, hey, maar hij mag zo gaan. Wat is nou eigenlijk de reden van dat hij niet wordt vastgehouden en teruggestuurd naar het land waar hij vandaan komt? Ja, dat is een hele goede vraag. Meneer is ongedocumenteerd. Dus ja, betekent dat hij niet uitgezet kan worden omdat hij geen document heeft. En een land van herkomst, de ambassade, die erkent hem ook niet. Of er is geen medewerking van het land van herkomst. En meneer wil zelf ook niet terug. En omdat het ook een onveilige situatie is, kunnen we ook niet zomaar iemand terugsturen. Ja. Dus stel, over een week kan het zomaar veranderen. Het kan zijn dat het land van herkomst wel meewerkt. En dat ze zeggen, joh, we gaan wel documenten verschaffen dat die wel uitzet kan worden. Dus moet elke keer als we hem aantreffen, moeten we weer gaan peilen of er wel zicht op uitzetting is. Ja, een enorm complexe en lastige situatie. En ik had inderdaad net ook van een collega nog even in een gesprek aan de koffietafel gehoord. Je kan iemand dus in bewaring stellen, maar op het moment dat er geen uitzicht voor uitlevering is, dus hij mag bijvoorbeeld niet naar een land omdat daar die geen mensen terugnemen of het is onveilig, en dan heeft de rechter ook gezegd, je kan niet iemand eeuwig opsluiten tot er een keer een uitleveringsverdrag is. Dat is gewoon inhumaan. Dus in dat soort gevallen wordt iemand weer naar buiten gestuurd, de illegaliteit en eigenlijk met welbekeuring dat hij zelfstandig het land moet verlaten. Dus dat nog even wat verduidelijking op die laatste zaak. Dus het is elke keer weer afwegen en wikken van... wat past en wat is de beste oplossing? Of in welke mogelijkheden hebben, moet ik zeggen. We zijn aan het einde van de video gekomen. Het was altijd een lang verhaal. En er was nog één klein dingetje. Er was ook wel een kleine kanttekening waar we deze video over maken. Dat is vooral voor collega's die intern werken, denk ik. Want jullie hebben wel vacatures ook, hè? Ja, inderdaad. We hebben volop vacatures. Dus als de collega's interesse hebben of ik wil meer weten over AFIM. Loop gewoon een dagje mee en dan gaat er een wereld voor je open. En mijn tip is aan de collega's ook voornamelijk, als je met een vreemdeling te maken hebt en het systeem geeft verwijderbaar aan, neem contact met de AFIM. Stel dan de volgende vraag, is het zicht op uitzetting? En dan kun je aan de hand door contact nemen met de AFIM, kun je daar achter komen. En blijf bellen, een situatie kan elk moment veranderen, dat we wel met iets met een vreemdeling kunnen. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik wil jou een box geven. Ja, bedankt. Thanks voor heel veel uitleg. Ik ben in ieder geval wel wijs geworden, ondanks hoe complex het is. We gaan mogelijk nog 200 video's maken met team mensenhandel of team prostitutie. Maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Laat een duimpje, abonneer en tot de volgende video. Later!